Het vertrek van demissionair premier Mark Rutte uit de politiek zorgt bij een bepaalde groep mensen voor enorme vreugde. Die blijdschap wekt bij anderen juist weer enorme ergernis, zo is Mattie Valk flink pissig over de wijze waarop het VVD-icoon wordt behandeld. Welke BNR-lijnrecht tegenover hem staat? Zanger Jan Dalles Jan heeft een, inmiddels verwijderd, filmpje op Instagram geplaatst waarop hij de vlag uithangt vanwege de Rutte-exit. Zwaar ongepast, vindt telegraafs reizende ster Jordi versteegde. Hij postte een filmpje van een Nederlandse vlag die hij thuis had opgehangen en hij zei erbij: "Ik heb altijd gezegd als Rutte opstapt, dan hang ik de vlag uit. Dus bij deze." Hij vervolgt in de podcast Strikt privé: "Toen dacht ik van waar is het respect gebleven?" Je kunt het niet eens zijn met iemands politieke standpunten, maar je kunt toch niet zeggen dat Rutte niet zijn best heeft gedaan en keihard gewerkt heeft, dag en nacht, dertien jaar lang, om dit land te vertegenwoordigen. Ik vind het echt. Jordi vindt het een zwaar ongepaste actie van Jan, ik kan er met mijn hoofd gewoon niet bij. Dat wilde ik echt even gezegd hebben. Collega Jan Uriot, ik denk dat jij je er nu drukker om maakt dan Mark Rutte zelf. Die moet hier vreselijk om lachen. Jordi, ja, die is niet met Jan Dalles bezig. Dat denk ik ook niet. Jan Uriot ziet als sterjournalist van privé vooral mogelijkheden in het vertrek van Rutte. Er dient zich nu een nieuw tijdperk aan met nieuwe mogelijkheden. Het zou zomaar kunnen dat we weer eens een first lady krijgen en daar kunnen we hele rubrieken mee vullen. Politiek gezien vindt Jan het vertrek van de premier wel jammer. Hij heeft grote vrienden: Joe Biden en Manuel Macron. Dat is wel fijn als je die in je adresseboekje hebt staan. Hij kwam overal en daarom vind ik het wel jammer dat hij uit de politiek gaat. Deze man zou heel goed zijn als minister van Buitenlandse Zaken.